Hey, goedemorgen, het is vandaag woensdag 23 september en het is bijna 12 uur. Ik heb mezelf verplicht om in bed te blijven totdat ik echt zoiets had van oké, nou ben ik niet meer moe. En ik werd eerst wakker om 9:05, echt gewoon bam. Toen dacht ik nee, dat gaan we niet doen vandaag. En het zag er zo koud uit buiten en ik dacht nee. Maar in ieder geval ben ik nu wakker. Ik ga even editen. Ik heb geen planning voor vandaag. Maar gewoon even kijken waar de dag me brengt. Ik heb echt alleen maar zin in zoete dingen. Het is echt erg. Vanmorgen werd ik wakker en toen dacht ik aan... In Suriname heb je altijd van die kleine flesjes van anders. Oh, als ik daar nu aan denk, kan ik echt kwijlen. En een ijsje, zo echt zo'n Fernandes ijsje, double chocolate. Oh. Alleen dat verkopen ze hier nergens. Ze hebben hier bij we hebben zo'n hele grote toko. Heb je die vrieskisten van Fernandes. En vorige keer zag ik dat, toen dacht ik, oh, ze hebben dat ijs. Maar er zat gewoon vlees in. Ik wil zo graag een Fernandes ijsje. Zo, ik heb even lekker gedoucht. Heerlijk. En ik ben iets aan het eten. En dat is zo lekker. Echt. Ik ben niet van de toetjes, maar dit. Nee, dus. Van die romige almof yoghurt. Met honing en walnoot. En ik hou niet van honing. Wel van walnoot. Maar dit is zo lekker. Ik heb er ook nog een andere schepje Spaanse sinaasappel in ofzo. Want dat hadden we gisteren bij het eten. Maar oh, dit is echt lekker. En ik ben niet, echt niet van de toetjes. Zo ziet hij eruit. Hij is echt, echt, echt lekker. Ik heb maar een heel klein beetje genomen. Want ik mag natuurlijk niet te veel van dat soort dingen. Maar heerlijk. Zo, ik ben lekker aan het editen. Artikeltje geschreven over zwanger zijn. Even lekker een beetje weet je. En dan ga ik nou lunchen. En wat ga ik eten? Ik had nog een roti in de vriezer. Dus roti met kaas. Lekker. En ik heb zelfs de keuken opgeruimd. Zoveel energie heb ik. Kijk hoe mooi. Ik weet niet, kan je het zien hoe mooi dit is? Ja, zo. Wauw, ik hou hiervan. Dat is deze Faceform Sleek Contour Palette. Ik heb hier veel over aan het schrijven. En ik zit er helemaal onder. Ik lig op mijn voedingskussen. Ik ben verliefd op mijn voedingskussen. En ik ga nu een dutje. Ik keek op mijn telefoon. En toen was het 7:06. En het is ook al donker. En goed, het is begonnen. En ik kan nog wel gewoon doorslapen. Maar dat moet ik niet doen. Anders kan ik vannacht misschien niet slapen. Wat vinden jullie van deze schoen? Dit is zo'n... Ja, dit is gewoon een veto-schoen, zeg maar. Ik vind ze leuk. En aan de andere kant denk ik, ja... Zal ik hier snel zat van worden? Hey, het is 1:05. En geloof het of niet... Ik heb net een wasje gedraaid. Die is al 5 minuten klaar. Die ga ik dan ophangen en dan slapen. Ik had gewoon veel energie en ik ben lekker bezig geweest. Voor mijn blog. En een beetje van alles en nog wat gedaan. Achter de computer. Dus morgen ga ik naar de Hanos. Vandaar ga ik filmen. Dus morgen een event daar. Dus dit is voor het eerst dat ik echt iets, zeg maar... ergens echt heen ga en wat ga filmen. Dus ik weet totaal niet wat ik ervan moet verwachten. Sowieso ga ik vloggen, maar ik weet nog niet of ik er echt een los filmpje van ga maken. Dat moet ik even overleggen daar. Dus we zien wel even voor morgen. Ja, ik ga even wachten op mijn was en dan op bed. Ik zal mijn wasjes opgehangen en ik ga nu lekker slapen. Het is 2:30. Maar ja... Ik heb wel genoeg tijd om te slapen. Ik hoop dat ik kan slapen. Als ik niet kan slapen, zie je me straks. Als ik wel kan slapen, zie je me morgenochtend. Dus, nou, je weet, abonneren en duimpje omhoog doen. Niet alleen als je de vlog leuk vond, maar als je ook mij leuk vindt. Nee, grapje. Maar ik ga in ieder geval slapen. Tot morgen. Welterusten. Doei. Be your own kind of beautiful.